Gezellige muziek, leuke spelletjes en natuurlijk heel veel plezier. De jeugdvakantieweek in Mierlo is van start gegaan. Het leuke is, iedereen kan meedoen, leuke spellen doen, leuke springkussens openingen. Het is super gezellig. Van de leiding, kinderen, peutergroep, iedereen. Het is gewoon een hele mooie week. Ik vind het gewoon machtig mooi om allerlei programma's te organiseren voor de kinderen. Ja, zeker als je ze allemaal bezig ziet, allemaal een blij gezicht. Ik bedoel, het blijft altijd een prachtig gezicht om spelende kinderen bezig te zien. Dus. De mooiste week van het jaar bestaat dit jaar alweer 50 jaar. Geert Maas was er vanaf het begin der jaren bij. Ik ben er eigenlijk min of meer ingerold, zeg maar. Hè. Ik bedoel, de eerste 3 jaar als kind. Je kon eigenlijk vanaf 15 jaar hulpleiding zijn, maar er was iemand ziek gemeld. Dus mijn nichtje vroeg of ik kon invallen als 13-jarige. Dus ik ben als 13-jarige als hulpleiding erin gerold. Ja, ik denk dat wij een hele leuke organisatie hebben die echt gewoon elke dag een ander programma neerzetten voor de kinderen. En dat vinden die kinderen superleuk natuurlijk om te spelen. De springkussens die ze natuurlijk lang niet elke dag hebben, of misschien wel maanden niet en nou wel. We hebben sportdagen, dagjes weg, de fietstochten van jong tot oud doet het mee. Ja, dat maakt het gewoon hartstikke mooi. Dan zie je ook wel terug ook met de medewerkers. Er zijn ook iedere avond is er een vergadering. En dan zie je ook wel terug dat er een aantal nog ergens op het terrasje gezeten. Nog even evalueren, hè, onder het genot van de pilsje, zeg maar. Nou, dat creëert ook wel een leuke sfeer natuurlijk. Hè. Ja, ik vind het hartstikke leuk. En het is gewoon voor sociale gebeuren is het allemaal leuk. De kindertjes uit de klasse die doen mee. Het is gewoon een hele happening. Ik vind het gewoon super. Ik vind het leuk, want ja, dan kan je met al je vriendinnen kan je ze opgeven. En dan doe je allemaal spelletjes. Want normaal verveel ik me wel in de vakantie. Ja. En nu niet. Nou, eigenlijk een beetje de spellen en het water. En je bent gewoon met heel veel vrienden en ja, ben een beetje vrij. Omdat het bijna school is en dan wil ik ook nog iets leuks doen. Heb je dan heel de vakantie niks leuks gedaan? Nou, heel veel leuks ook, maar ik wil nog iets leuks doen. De JVW was vroeger opgericht voor de kinderen die het minder breed hebben. Deze kinderen gingen niet allemaal op vakantie in de zomer. Met de jeugdvakantieweek hebben de kinderen iets om naar uit te kijken en kunnen ze veel leuke dingen beleven. Nou, dus zodoende is er een geweldig alternatief, zeg maar, voor een vakantie. Voor de kinderen is het gewoon vakantie. Nee, tegenwoordig, gezien de gemiddelde inkomsten, is er wat minder van kracht. We hebben wel altijd geprobeerd om alles zo laagdrempelig mogelijk te houden, zeg maar. Ja, wij proberen elk jaar de inschrijfgelden zo laag te houden dat eigenlijk ieder kind mee kan doen. Dit jaar zitten wij iets hoger dan normaal, maar op 25 euro. En ja, daardoor hebben ze gewoon een leuke week, speelplezier. Ik denk dat heel veel kinderen, dat de ouders het niet breed hebben. En dat het een mooie kans is om toch een vakantiegevoel te hebben en toch leuke dingen te doen. Ja, ik denk het wel, omdat dat nog wel speelt. Sommigen gaan wel werken, hè. En dan zijn die kinderen die zijn dan toch onder de pannen. Dat is een beetje ook een fijne gedachte erachter, aan jullie vakantieweek. De week is een hoogtepunt in de vakantie dus. Elke Mierlonaar is op een of andere manier wel verbonden met de jeugdvakantieweek. Ik vind het wel heel leuk, want je doet allemaal spelletjes. Ja. En je ziet je vrienden weer na vakantie. Nou, ik denk dat de kinderen tegenwoordig heel veel binnen zitten. Dus ik vind dat ze buiten dingetjes doen heel goed. Maar vooral dat ze de vriendje en vriendinnetje weer zien. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor de kinderen. En dat is een beetje in het ritme komen. Dat is voor de ouders heel belangrijk. Je hebt gewoon twee mensen, die geven elkaar op. Dan kom je meestal 100% bij elkaar. Dan houden we ook bij een vriend van mij. En ja, het is gewoon heel erg leuk. Omdat mijn vrienden ook meedoen. Het is echt weer fijn om al je vrienden te zien. Ja, want mijn vrienden zie ik niet zo vaak in de vakantie. Het is leuk om in de jeugdvakantieweek mee te doen, want je ziet elk jaar wel bij iemand anders. En dat is ook wel eens leuk, want als je altijd bij dezelfde persoon gaat zitten, dan is dat ook niet zo leuk. Ik ga volgend jaar naar een middelbare school en dan zie ik niet iedereen meer. Dus. En nu zie je wel weer iedereen, dus dat is ook wel leuk. En in die 50 jaar is er één ding niet veranderd. Iedereen heeft er tonnen aan plezier. Al hebben sommige kinderen daar wel een opmerkelijke reden voor. Ja, je bent even van je mama en papa af. In gezaag, niet dat is weg. Ja, en dat is wel leuk om een keertje van je mama en papa af te zijn.